Jeffrey is er klaar voor. Lisa, doe het, doe het, doe het. Hoi, hallo. Hey, hoi. Oh, wacht even hoor. Vanaf het eerste moment dat de camera aangaat, is het gewoon al. Niets voor jou. Je vond dit lekker. Ik vind het lekker. Ja? Ik heb het zelfs een keer geprobeerd om dat te eten. Nee, doe het even normaal. Oh, het is niet zo lekker. Nee. Voor de mensen die niet weten wie deze bloedmooie, fantastische buurmeisje is van mij. Dit is... Lisa. Ja. Wel bekend als de sneaky bitch van Temptation Island 2016. Ja. Ja, dus ik heb vandaag Lisa uitgenodigd om een hele speciale... Wat loop je net te gooien met je? Ja. Hier staat een prullenbak. Jij gooit... Jezus, wat een sensatie. Wat een genot. Praat, dan gaat mijn mond open. Dus ben ik... Kan gewoon bij mij. Maar mij niet uit. Kijk, nou, lekker. Alles valt uit mijn buik. Wow, dit is gewoon... You're doing it wrong, Lisa. Je moet het niet zo doen. Je gaat ook een appel gewoon zo openbreken. Nou, dat kan niet, nee. Ik weet niet wat allemaal gebeurd is op het eiland, maar... Je bent fucked up in je brein geworden. Ja. Marijn, als je het ziet... Hey, lekker bro. We gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Lisa, weet al wat we gaan doen. We gaan vanavond lekker weer tinderen. Hey! En het is... Oh, die pitches van. Ja, doe even normaal. We gaan vandaag tinderen. Ja, zeker. Zij zegt dat ze nog nooit op Tinder heeft gezeten. Nee. Ik geloof het niet. Maar... Jullie weten inmiddels een beetje hoe het werkt. Veel mensen zijn voorgegaan. Monica Geuze, Anna Nussin, Sophie Milsing zijn allemaal de marteling. Hebben ze overleefd? Grap. Sorry. De bedoeling is vrij simpel. Ik heb een Tinder-profiel voor je aangemaakt. Ik zal hem eventjes kijkertjes ook laten zien. Ja, ik heb alle naaktfoto's die je mij gestuurd hebt, heb ik in het Tinder-profiel verwerkt. Dus dit. Kijk dit. Dit ben jij. Het zal vast geen nieuws zijn. Ik laat zien alsof de foto's zijn die heel leuk zien. Hier lijkt je trouwens al jonger of zo. Hier lijkt je echt 17. Ja, bedankt. Hoe oud was je dan? Hetzelfde. Echt? Foto van Temptation. Oh, het lijkt echt op Texel of zo. Ja, klopt. Bijna als een Nederlands kutstrand. En dit. Heel Temptation is gefilmd op Texel. Dat jullie wisten het zijn, niet. Hè? Dit zijn toch ook van die Temptation houden? Ja. Zijn zij lief? Of ja. Weet je hoe het werkt? Ik leg het telefoontje gewoon in jouw handen. Je hebt twee keuzes. Je kan hem liken of je kan het niet liken. Deze guy lijkt op Kai, Nambia. Hij schaamt zich voor zijn neus. Maar weet je wat je nou kan doen? Je kan meerdere foto's zetten. Oh. Nou, wie zegt dat hij dit is? Dat is een hele goeie. Ja. Je trekt gewoon meteen de waardigheid van een man in twijfel. Gewoon van, joh, is het wel echt? Zeg maar, val je op zulke mannen? Ja en nee. Zette mannen word ik ook echt niet warm van. Dat is toch een beetje waar heel Temptation om draait. Sorry, ik heb het nog nooit gecheckt. Stel voor je was een verleider, dan moet je een relatie krijgen. Ja, oké. Ben je nou niet bang dat het best moeilijk is om weer een relatie te krijgen? Want iedereen... Ja. Ja, lijkt me best wel kut. Jij bent dat Tinder een beetje voor je uit aan het schuiven. Je bent volgens mij een beetje angst. Nee. Ja, je bent een beetje... Deze is wel oké. Kan je ook oké, heel goed, slecht? Blauw is een super like. Dat is volgens mij echt next level. Dat doe je bij zeg maar Leonardo DiCaprio, dat doe je. Bij hem zou je dat doen. Ha! Gay! Nee. Bij Tom Cruise zou je dat... Bij Enzo Knol zou je die... Je moet even kiezen. Model. Wow. Oh, hij is ook acteur. Dus in een soort soapserie. Ja, ja, lekker man. Zij denkt na man, hij gaat verder. Nee, gekke doei. Lachband. Hoezo? Dit is toch een aardige jongen? Ja, nee. Laat maar zitten. Hij heeft even lang haar. Ik heb niet eens gekeken. Praat ik met die rechter of met die linker? Ja, Juri klinkt als een jongetje. De betere foto. Ik krijg het echt warm van. Ja, ben jij kritisch? Ja. Ja, dit denk ik wel echt man van mijn... Hou op, man, je kan niet zo onaardig zijn. Nee, is niet onaardig. Zeg ik dat hij lelijk is? Nee, dat is niet. Wow. Dat is echt niet waar. Nee. Daar kijk ik echt niet naar. Nee. Onafhankelijke vrouw. Ja. Raar als die geld op de date zo op tafel legt. Zou wat zijn als je op de eerste date van al zijn geld op tafel legt. Hier heb je mee te maken. Heb ik al geprobeerd trouwens. En toen? Toen had ik dus 5,5 jaar niet. Je kan hem niet dissen. Nee. Eén persoon gelijk. Ja, Koen is wel leuk hè. 5 jaartjes ouder moet kunnen. Vet leuke meid. Ziet er leuk uit. Yes. Yes, Nina. Die kun je zak steken. Kom op, je hebt nog niks gelijk. Je hebt 1 gelijk. Dat was de allereerste. Hé, hey, jij werkt bij RTL. Misschien kun je straks bellen. Mag ik even voor jou? Oké, maar even serieus. Serieus. Deze is top. Nee. Oh, nee. Dat... Deze zijn allemaal fantastisch. Hey! Je hebt een match. Lekker Lisa, man. Je bent geliefd. Oh, grap. Even serieus. Zeg sorry, mijn duim schoot uit. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Ik zeg gewoon hallo. Nee, grap. Even serieus. Nee, deze gewoon... Nee. Ja, je hebt het. Nee. Oh. Hey, Camille heeft gereageerd. Hey. Camille. Deze gast zit rooi. Ja, hij is wel ginger. Laat hem met Camille kletsen. Jawel, ik heb nog nooit zo'n moeilijke gast gehad tijdens deze video's. How are you today? It's nice dat? Weather today. How? Nee. Ja, doe maar, hoe je. English. Deze man is DTF, nee. Man. Oh. Hij is wel humor. Hij kent me waarschijnlijk niet. Nog beter. Hier, deze kunnen we sturen. Nee. Oh, heb ik allemaal gestuurd? Was niet de bedoeling, ik wou gewoon even bekijken. Why the fuck you lying? Was in Madrid few days ago. Je moet de conversatie nu gaande houden, man. Let's go. Come back. Kom hier wel chillen. Hij is in Amsterdam. Wat ja, jij typt? Zeg maar, ik vertaal het door naar het brein van een man. Ik weet hoe een man denkt. Oh my god, me too. Nee, die vrouwen. Oh my god.
Die. Eet een paprika, lol. Breakfast. Breakfast! Are you in Amsterdam now? Ja, dat is... I'm in Mars. I'm in Mars. Als ik dat zeg, weet ik gelijk dat ik dan misschien in de maling ben. Are you taking me in the mailing? Een goede relatie is gebouwd op eerlijkheid. En ik vind dat je gewoon eerlijk mag zijn tegen deze jongen en kunnen zeggen... Camille, luister. Ik heb het volgens ook gewoon zeg maar way out of your league ben. Dat of ligt het aan mij? Nee. Oh. Have you watched Temptation Island? Nee. Kom op. Ja, doe maar. Ja? Nee. Ja, jawel. Ja! Je vindt een nee. Dude, what the fuck? Okay. Hij heeft gesuperliked. Ja, maar hij heeft je gesuperliked. Dat is wel super tof. Hetzelfde als dat je in de club staat en je ziet een meisje en je schreeuwt gewoon. Je bent leuk! Ja, maar echt hard gewoon. Ik zou je doen! Zoiets. Wil je wat drinken? Dat is wat hij net heeft gedaan. En dan, wacht, dit. Kijk. Ja, is goed. Ja? Top. Doe je dat? Naar het waterclosset. Ga jij maar even lekker naar het waterclosset. Ik ga 50% betalen. Oké, ik ga mijn mensen liken. Je hebt een match! Je hebt een match! Heel vreemd. Uit het niets gewoon 10 matches of zo. Maar gelukkig zijn we wel allemaal knappe mannen. Ah ja, ik dacht laten we het eens proberen. Wat wil je proberen dan? Kom op, Jeffrey man, je moet er wel even voor gaan. Je hebt gesuper like. Reageer niet eens. Just check. Deze man. Wees even eerlijk, oké? Als je zo naar Camille kijkt, willen we er nog iets mee? Wil je zeg maar naar second base met Camille? Dit kon ook mijn Uber zijn of zo. Juist. Dus wat zeg je nu? Nee, het is niet mijn temptation. Nee. Nou, in eerste instantie in mes worden, dat is gelukt. Ik vind het een beetje politiek correct. Maar misschien vind je dat juist wel aantrekkelijk. Nee. Oh. Yeah. Ik zei, ik kom met hakken en shit. Wow. Holy shit. Niet oké. Okay. Ik dacht al, ben je tering lang? Geen oké. Okay. En nu? Echt een kutwijf ben je. Niet het echt. Is het met selfie stick? Zeg leuk selfie stick. Of mag ik je selfie stick even lenen? Op deze manier, zeg maar, mannen versieren? Nee. Nee? Ze vallen allemaal voor, is echt niet normaal. Jeffrey is namelijk de kamer hiernaast. Jeffrey! Nee, tuurlijk. Mooi! Nee. Dat is serieus. Leuke selfie sticky. Waarom die in? Schattig meisje ben je dan. Leuke selfie sticky. Ik heb iemand een huwelijk gevraagd. Doe mee niet. Nee, fuck jongen! Even serieus. Ben je boos? Weet je. Liefst allemaal mensen gaan praten en shit. Wat ik mooi vind, niemand opent eerlijk. Zo van, want natuurlijk kennen ze je via Temptation. Anders hadden ze zo, hey, hoe was Temptation? Toch? Dan ben je gewoon eerlijk. Oh, wat, deze man! Maar hoe weet ik nou of je echt de Lisa van Temptation bent? Hoe weet ik überhaupt of jij wel echt Lisa? Misschien ben ik wel de zus. Lisanne. Kies uit 6 mannen. Er zijn 6 mannen. Zoveel mannen waren niet eens met Temptation. Jawel. Besef je wel even wat voor luxe positie je zit. Oh, Jeffrey twijfelt aan je. Hey Jeffrey, jij bent fuck jou, Jeffrey! Dat je me niet gelooft. Fuck jou! Dan kijkt hij weer terug en dan denkt, kut, dat was wel de echte. Dat was de echte man. Say hello to your boyfriend. Ik weet niet back, hè? Nou, als je goed hebt gekeken, heb je gezien dat mijn linker voet groter is. Dat was mij al opgevallen. Is dat echt zo, Taal? Nee. Oh, Nicky. Hey, hoe is het met je? Ja, Nicky's top. Jeetje, wat een hunk. Potverdorie. Je was echt een leuke jongen! Je was gewoon opgefleurd net toen je hier ging zitten. Ik wil een leuke zitten. Jongen! Ja, ik ga lekker filmen, Kelvin! Hey! Half uur later ben je gewoon... Ik wil een leuke jongen. Ja, je mag... Alles wat je zegt, wordt tegen je gebruikt. Mocht je nou afvragen, hey Lisa, hè? Dat is wel een topwijf, vaak me goed voorstellen. Zij is ook te vinden op YouTube, namelijk de naam Lisa Samantha. Ja. Ze haat editen. Mocht je nou eens kunnen editen, hook me up! Nee, je kan abonneren op Lisa, dan maakt voor andere Q&A's. Dat was hem. Wow. Ben je nou weer mensen aan het... Ja, misschien heb ik dan een match en dan ga ik super leuk drukken, kom ik toch gelijk wel in de DM. It goes down in the DM. Juist. Waarom noop je iedereen? Die man had een aap op zijn schouder, alsnog dislike je. Ja! Wat was dat? Dat was een zeehond. Waarom is iedereen dieren zo? Dit is een geit, hè? Dat was een lekkere... Oh, kut. Kan ik niet terug? Nee. Kut! Fuck! Oh my god, mijne niet. Ah, dit is dat zo moeilijk. Ja, okay. Mag ik even Jeffrey gewoon het next level tillen? Zelfde lievelingskleur, zelfde haarkleur, zelfde selfie stick. Zeg ik toch? Nou heeft hij het weer verneukt. Dat zeg ik toch? Met een G. Toch? Nee. Nee, dat zeg je toch? Grappig shorts. Hij zegt hee hee. Gelijk weg. Nee. Is het travestiet of zo? Dagelijks leven zegt een vrouw nog wel eens hee hee. Nee. Lau, hoe lach jij? Ja, zo ja. Hee. Maar een man zegt nooit hee hee. Gewoon Ik wil Jeffrey gewoon even testen. Ja, weet je wat het is? Ik zit hier naast je. Ik kan tegen me vertellen als je iets niet vindt kunnen. Je hebt het toch al gedaan? Dus ja, kan niet meer terug. Ik heb het al gedaan. Anders had je me gewoon mogen slaan. Doe dan... het als de camera uit is, ga ik je in elkaar slaan. Oké. Okay. Go Jeffrey, hup. En de vraag is dan... Jeffrey is down! Yo. Jeffrey is down! Oh, yo. Dit is waar Tinder voor is gemaakt. Waar ben je nu? Hé, hey, lekker Lisa, man. Maar waarom als meisje... Hij hoopt natuurlijk dat je zegt, en ik ben naakt. Dat hoopt hij. Luister, ik ben een jongetje. Ik weet hoe andere jongetjes ook thuis denken. Ik denk dat ik hem moet opmaagden. Ik ben even met je... Ik denk het ook. Jeffrey, je maakt het Lisa te moeilijk. Ik wil gewoon even langskomen. Ik wil gewoon even... Even Temptation met je kijken of naspelen.
Maar... Oh, Jeffrey! Jeffrey, je maakt me zo boos! Ik word zo fucking... Ik heb het gevoel alsof ik er alleen voor sta. Lisa, go! Lisa, go! Wajo! Kijk, deze man gelooft het! Ja, kijk, nu! Ho! Ja, weet je wat het is, mensen? Jeffrey wil gaan, man. Jeffrey is er. Jeffrey is er klaar voor. Lisa, doe het! Doe het! Doe het! Doe het! Just do it! Ja! Hey Jeffrey, man, als je kijkt. Oh my god, oh my god. Jeffrey komt echt, ik zeg het je. Ik ook. Hey, doei. En stuur alvast een fotootje om in de stemming te komen. Lisa, deze gast. Van de poep. Hij gaat echt erheen. Dat is echt erg. Is er iemand in die kamer onder Jeffrey? Ja. Hey Jeffrey, het spijt me, man. Mocht je deze video zien, denk je bij jezelf, oh, daarom was er een oud vrouwtje in kamer 113. Kwam dus omdat ik je in de maling heb genomen. Sorry. Sorry Jeffrey. Nee hoor Jeffrey, heel veel liefde. Ik vond het heel gezellig. Lieve mensen van het goede leven, mocht je nou afvragen, hey Lisa, waar kan ik haar dan vaker zien? Dan kan dat op haar kanaal. Genaamd Q&A's met Lisa. Nee. Hey, laat even in de comments weten wie ik nog meer op Tinder moet. Dat is heel erg belangrijk, want anders moet ik zelf mijn eigen ideeën gaan bedenken. Ja. En dat doe ik niet aan. Oh, ik dacht dat je paard.